Adaba. Ik ken Wilson Adaba eigenlijk als danser. Ik ken hem als danser in de eerste plaats. Ik ken hem als showman. Ja. Hij weet meestal altijd de aandacht van het publiek te trekken. Met zijn mimieken, zijn gezichtsuitdrukkingen tijdens het dansen. Maar daarnaast ook als ondernemende geest. Als ondernemer binnen de Surinaamse samenleving. Ik denk dat hij ook bepaalde Surinaamse artiesten ook de ruimte geeft. Om bezig te zijn met het gedeelte van talentontwikkeling. Ja. Ik denk dan direct aan iemand als Jamel Dadilino. Klopt. Waarbij hij zo'n artiest de ruimte geeft om zich te ontplooien, naamsbekendheid te creëren. En ik denk zeker dat hij ook een bijdrage levert. Ja. Ja, Winston Adaba ken ik als een persoon die vooruitstrevend is. We hebben mogen meemaken, Black Hamen is een paar keer in Suriname geweest. En hebben we ook een paar samenwerkingsopdrachten uitgevoerd. Maar dan weliswaar met de organisatie Be Your Own Hero. Ja. En dan hebben we ook Winston mogen meemaken. En heb ik gezien dat Winston zijn artistieke talent kan inzetten in het ondernemen. Klopt. En het participeren in de Surinaamse samenleving. En ik denk dat tijdens deze periode Suriname ook mensen zoals Winston kan gebruiken. Die ook hun talenten op een positieve en een productieve manier inzetten. Klopt. Ja. Ja. Winston Adaba, ga zo door. Jawel. Lekamen staat achter je.